aangeschoven Ina Blans. Van de week zei ik Blanche, toen zei iemand het is Blans. Ja, het is gewoon heel erg streepje op zijn Schiedams, inderdaad. En daarnaast zit de oorsprong, de vader van Ina, dat is Harry. Harry, welkom terug in het programma. Het stemmetje is nog niet helemaal top, hè, Harry. Dus we doen het even met... maar ik ben blij dat je weer terug bent. Back on the base. Ina, we gaan eventjes een hele tijd terugpakken van de erker. Ja. Want dat was er een beetje bij ingeschoten. Dat is onze schuld geweest. Maar goed, beter ingehaald dan te laat. Ik wil net zeggen, dat maakt niks uit, toch? Laten we even beginnen bij iets heel leuks. Jullie hebben bezoek gehad van de twee oudere tijgers van Nederland, Gerard en Gordon. Eventjes voor de mensen die er toch wel wat van gehoord hebben, maar totaal gemist hebben. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen, dat contact? Ja, dat is heel vreemd tot stand gekomen. Dat is eigenlijk op een vrijdagochtend geweest. Ik zat te werken op kantoor in de Erker en we hebben een mailtje gestuurd. Zo heel spontaan kwam dat op. En 's avonds werd ik gebeld. Door een producer en een heel verhaal verteld. En dan in de enthousiasme van de erker het hele verhaal verteld hoe wij ooit ontstaan zijn. En eigenlijk dacht ik, die is in de pocket. En toen werd er gezegd van ja, maar is het een eigen gebouw? Nee, is van de gemeente. Nou, dan gaat het niet door. Dan gaat het niet door. Het moet een eigen gebouw zijn. Ja, en toen ben ik, ik ben een kind van mijn vader. Jo, nou Harry, dat vind ik wel fijn dat nu eindelijk is. Het is nu bevestigd. Ja, het is bevestigd, dus ik ben gelijk van wat nou. En ik sprong gelijk in de bres voor al die vrijwilligers, want daar doen we het uiteindelijk ook voor. Ja. En voor Schiedam natuurlijk. Ja. En toen zeiden ze, nou ja, door je enthousiasme heb je over een half uur tijd. En dan kom ik langs en toen zijn mijn collega en ik gebleven. Ja. En er kwam een producer. We zijn in gesprek gegaan en de dinsdag daarop werd onze keuken eruit gemold. Kijk, dat bedoel ik letterlijk wel. Gemold, echt heel bang, de hamer. Ja. Eventjes voordat we verder gaan. De Erker is een wijkcentrum misschien dan West, Jan van der Vennestraat. Wat is jouw rol daar? Ik ben bedrijfsleiding. Ja. Ja, ik ben daar ingerold. Ik loop daar al vanaf klein kind. Het bestaat nu 34 jaar, het pand. 36 jaar, dan ga ik even hier opzij kijken. Maar in ieder geval die richting. Ik loop daar al mijn hele leven rond. Je bent er ook geboren? Bijna wel, want mijn opa deed daar vrijwilligerswerk. Dan weet ik wel hoe laat het is. Juist, nou ja, in mijn die oude opa, keuken. Hij, dat juist, in de, daarom, dat bedoel ik. Vandaar dat hij eruit moest. ik ben daar altijd vrijwilliger geweest. En op een gegeven moment ging dat dicht, want SWS zat erin en die stopte daar. Het ging sluiten, het pand. En toen zei deze meneer naast mij van, ja, maar dat gebeurt niet. Nee. Want wij willen dat voor de wijk behouden. Ja. En ik hoor het mezelf nog tegen hem zeggen in al zijn enthousiaste verhalen van... pa, ik vind alles goed, maar je hebt me nou naar heel veel dingen meegesleept. Ik heb hier geen zin in. Je doet het maar lekker alleen of met wie dan ook, maar ik bemoei me er niet mee. Ja. Dat is dat Beeldendijkbloed wat wij hebben. Dat is dat Beeldendijkbloed. Ja, ik mag ook via Beeldendijkstraat meepraten. Ja, dat klopt. Ja, nou, 4 weken later zat ik in het bestuur. Wie zijn vinger opsteekt zit in het bestuur, hè? Juist, heel snel, juist want hij, heel snel hij zat dat. Zo omhoog en iedere keer, ja, ik heb er nog één nodig, een vrouw, je hoeft niks te doen. En, nou, oké, zet mij er dan maar bij, maar echt, ik doe niks. Het Beeldendijkbloed, wat je al zegt, organiseren, dat doen we. Ja. Dus dat bleef ik toen ook doen, dat werd mijn taak in het bestuur. En na een jaar, het eerste jaar was echt zuiver de financiën, kijken wat kunnen we, hoe gaan we dit allemaal doen. En toen bleek dat degene die wij detacheerden vanuit SWS gewoon te duur was voor onze stichting. Ja. En daar zijn gesprekken over geweest met SWS, daar kwamen ze niet uit, het bestuur, de heren. En van de een op de andere dag is er toen besloten, ja, dan kunnen wij dat per het nieuwe jaar echt niet meer betalen. En toen zei SWS, dan gaat die meneer nu per direct weg. En toen hadden we niemand meer. Nee. En toen zei hij van, joh, ik had ook een andere, ik heb natuurlijk, of had een baan, vaste baan. Kan jij dat niet met nog iemand uit bestuur, met Freddy, willen jullie daar inspringen, kijken, tot we iemand gevonden hebben? Okay. Nou, ik zit er nog, ik ga mijn derde jaar in. Ja. Ja. Dus, en dan heb je die ontwikkeling natuurlijk van Gerard Joling en Gordon die dan langskomen. Nou, het is nu prachtig, we hebben het ook op tv allemaal kunnen zien. Ja. Hebben jullie er al gebruik van gemaakt, van die nieuwe dingen? Ik ga jou vertellen, die cursuskeuken, voordat die klaar was, hadden wij daar al plannen mee. Van als die, dus voordat Ger en Gooi kwamen, we zouden heel graag wat dingen voor de wijk meer willen doen. Zoals? Koken. Mensen die alleen zijn. Ik zeg niet eenzaam, want eenzaamheid en alleen is iets anders. Ja. Mensen die alleen zijn, die misschien met elkaar willen eten of willen koken. Daar hadden we al plannen over, maar dan moest eerst die keuken verbouwd worden. Nou, dat ging ineens in sneltreinvaart. Je kan bij ons nu 4 keer in de week warm komen eten. Een echte maaltijd. Dus zal ik gelijk even meeschrijven? Ja, doe maar gelijk. Vooraf een tussenmenu en dan een toetje.
We hebben een heel maandmenu, dat hangt op, dat staat ook op internet. En dan kan je voor €5 kan je inschrijven, ja. 's middags. Lijkt me een kazerne, Harry. En dan eet je lekker mee. Maandmenu. Ja, inderdaad, kan je kijken wat je lekker vindt en dan eet je mee. En we hebben 2 keer in de week een lunch voor €2,50. Nou, daar kan je ook van alles en nog wat. Het wordt lekker gemaakt waar je bij staat. Nou, hebben die mensen dat programma gezien, hè, waar jullie in de hoofdrol in speelden? Hoe werkt dat? Wordt er dan heel veel gefilmd en worden dan de leuke fragmentjes eruit geknipt? Ja, ze zijn 2 hele dagen geweest filmen, waarvan Geer en Goor misschien 3 uurtjes maar aanwezig geweest zijn, want zo werkt dat. Die doen even wat leuks. De verbouwing is vooral door de vrijwilligers gedaan. Heel veel, heel hard en heel veel gewerkt met z'n allen. Van 8 tot 's nachts gingen we door. Nou, de filmdag is bekend, de laatste shot. Dat is op 11 juli geweest. De erker was nog helemaal niet klaar. Die producer kwam echt binnen, hoe gaan we dit oplossen? Nou, dat wordt dan, hoe het is gebeurd, maar die vrijwilligers met het hele team heeft er gewoon iets moois van gemaakt. Ja. En we zijn nog steeds aan het afwerken hoor, dat moet je wel eerlijk zeggen. Ja, dat is maar natuurlijk even voor de buitenkant. Maar het is zo mooi, we zijn er zo verschrikkelijk blij mee. Ja, ik wil net zeggen, het is wat dat er gaat voor het gebruik wel klaar. Het is echt heel mooi, ja. En het wordt volop gebruikt. Ja. Hoe werkt dat nou, zij gaan dan in dat programma bellen en dan komt er een bedrijf en die zegt, ah, dat doen wij wel. Ja, is dat werkelijk zo zwart-wit dat alles betaald wordt? Ja. Nou ja, heel zwart-wit. Kijk, er wordt van tevoren gevraagd, wat kunnen jullie zelf uitgeven? Ja. Nou, wij zijn heel arm. Ja. Dat is gewoon zo. Wie dat ook vraagt, wij hebben geen rode cent. Zie je dat kruisje staan? Ja, ik wou al met een blikje rond. Nou, dat waarderen we wel. Ja, dat waarderen we heel erg. Nee, maar dat geven we dan ook aan. Van ja, er is wel iets, maar eigenlijk kunnen... En dat is ook echt waar hoor. Dat kunnen we eigenlijk ook niet missen. Nee. Nou ja, we hebben dus een hele kleine bijdrage voor de vloer moeten doen. Want er is veel meer gedaan in het programma dan afgesproken. Ja. Daar zijn we ook heel dankbaar voor. Ja. Maar om die garantie voor die vloer te krijgen, moesten we een klein stukje betalen. Maar heel langzaam met al die kleine dingen hebben we er zelf ook heel veel geld al ingestopt. Ja. Maar met wat we gekregen hebben, is dat peanuts natuurlijk. Voor ons is het heel veel. Ja, want ik kan me voorstellen dat het toch een beetje als een geschenk uit de hemel nog komt voor jullie. Dit is echt een geschenk geweest. We hebben alles nieuw, hè? Ja. Maar Ina, is dit niet ook het moment om te eiken? Om te zeggen van, nou, we hebben dit verleden gehad. We hebben nu een nieuwe clubgebouw of een nieuwe buurthuis. Hoe gaan we de toekomst in? Hoe zien jullie de toekomst van bijvoorbeeld de erger? Wat wil je daar meer aan toe gaan voegen? Nou, wij zijn al heel druk bezig geweest. Want zoals ik zei, het eerste jaar financieel. Het tweede jaar het gebouw. Dat is in het sneltrein gegaan. Ja. Het aankomend jaar het vullen van het gebouw. Maar omdat die sneltreinvaart erin gekomen is, kan ik zeggen, wij zijn voor 83% gevuld, 7 dagen in de week. Van de ochtend tot de avond. Dus we zijn nu echt puntjes op de i aan het zetten. Waar kunnen wij meer kwaliteit gaan leveren? Ja. Vandaar dat je dat weekmenu hebt. Je eet gewoon daar ook. Je bent gewoon niet meer thuis. Ja, ik eet inderdaad. Ja, nee, mijn bed staat in de kelder. Daar. Ja, kijk nou uit. Want zo ben jij zelf ook voortgekomen. Juist. Nee, maar dat klopt. Ja, daarom zeg ik, het is echt gebleken. Ja. Ik ben er gewoon 7 dagen in de week aanwezig. Ja. Met heel veel vrijwilligers. Hè. Ja. Ik echt niet alleen, want dan lukt het gewoon niet. Ja. Al die mensen erbij. Want Maar heeft de clubhuizen en de buurthuizen, in jouw ogen, gaan die de komende jaren nog een functie hebben? Want er zijn ook mensen bij die zeggen, ja, dat is niet meer van deze tijd. Jonge mensen, die gaan daar niet meer naartoe. Hoe zie jij dat? Nou ja, ik zie andere clubhuizen in Schiedam, daar zie ik dit helaas gebeuren. Ja. En ik heb daar ook wel heel veel ideeën persoonlijk over. En ik ben daar ook door benaderd door wat mensen van, joh, kan jij daar komen of kan jij daar? Maar dat heeft geen nut. Nee. Ons clubhuis, zoals jij het noemt, werkt. We zijn echt een centrum voor de wijk geworden. Ja. Maar je moet dat bloed van die wijk hebben. Ja. Je moet het gevoel voor die wijk hebben. Ja. Mij in Oost zetten of mij in Zuid is heel heeft anders. Helemaal geen nut. Want ik hoor daar niet. Ja. Dus als je het doet, moet je echt al die gedreven mensen hebben. Kijk, wij hebben een team van 50 vrijwilligers. Ja. Maar er zijn er maar 12 die dat bloed hebben. Ja. En op die 12 draait het. Ja. En dat klinkt heel hard naar die andere vrijwilligers, maar dat is niet zo. Want zonder die anderen kan ik het ook niet doen, hè? Je hebt weer positief, West juist, positief. Ja. Juist, ja, ja. En die moet je hebben. Als je dat niet hebt, Ina, tenslotte, laten we inhaken op iets wat bijvoorbeeld nu op het ogenblik speelt. Jullie zijn bezig met shantykoren. Ja. Hoe werkt dat? Nou, wij hebben 3 weken achter elkaar 3 shantykoren bij ons in het gebouw op zondag. De toegang is gratis, dus kom allemaal, zou ik zeggen. Vorige week hebben we de eerste gehad. Het is meer dan 400 mensen in het gebouw gehad. Die kwamen kijken. Het is supergezellig en druk.
Die 3 dagen zijn dus 9 chanticoren. Elke week hebben we een winnaar, een dagwinnaar. En dadelijk op 19 november, hebben wij de finale dag. Dan zijn de 3 dagwinnaars komen daar en dan is het één groot feest. Maar ik moet je zeggen, het is gewoon 4 zondagen feest in de Erk. Het is gratis, dus kom. Jij bent tot je 67ste, jouw agenda is wel ingevuld? Mijn agenda is zeker voor het komende jaar dagelijks ingevuld. En daarna hoop ik toch dat we wat meer vrijwilligers hebben met dat bloed voor de Erken. Bij deze. Want die zoeken we echt. Mensen, kom alsjeblieft. Ja. Gewoon maar wel een paar mensen die ook een beetje leiding kunnen geven. Zouden niet praten, maar doen. Juist. Niet alleen met dat zei je vader ook altijd vroeger tegen mij. Klopt. Mensen die lullen heb ik niks. Kijk, je kan achter die bar staan en zeggen, dat is niet goed, dat is niet goed. Die hebben we genoeg. Ja. Maar we willen ook mensen die zeggen, god, dat is niet goed, laat ik thuis een sopdoekje langs halen. Ja. Of laat ik eens een schilderkwastje beetpakken. Dus daar heb je graag. Oké, nou schilder zal ik niet doen, maar ik zal wel over nadenken. Ja, wat voor je kan doen. Ja, denk er echt over na. We vonden het, sorry nogmaals, dat we eventjes, want soms verdwijnt iets wel eens uit beeld. Ja, kan gebeuren. Maar goed, beter goed gemaakt dan helemaal niks meer. En wij zijn heel blij hiermee. Bedankt voor de lekkernijen die jullie hebben meegebracht. Ja. We zitten vandaag helemaal goed. tot morgenavond zitten we gevuld. Ik wens jullie een heel fijn weekend toe. Dankjewel. Bedankt. Alsjeblieft.